Hoi, daar ben ik weer in de serie Doe meer met bloemen, deel 2. Ga ik je meenemen in een ander soort vaas. Een wat kleinere vaas, hij is 25 centimeter hoog. Ik ga weer werken met tulpen. Ik heb een mooie bos crème fraîche tulpen gehaald. En ik ga het meeste blad er even afhalen. Ik ga kijken hoe lang ik ze ga verwerken. En dat is handig omdat aan de rand van je zit je vaas aan de rand van de tafel. En dan kan je je bloemen naast houden. En ik ga ze vrij kort verwerken. Eigenlijk iets meer dan de bloem naast de vaas. Dus dan weet ik dat ik ze hier af kan snijden. Nou, is het als het goed is zo dat een bos tulpen de bloemen altijd allemaal, als ze in de bos zitten, op dezelfde hoogte zitten. Kijk, die zitten. Ik heb hem al losgehaald. Ik had hem beter even vast kunnen laten. Die is even mijn maatstafje. Ik doe het even in tweeën. En dan kan je ze in één allemaal afsnijden. Ik leg de koppen even bij elkaar. De koppen van de bloemen heb ik het over, hè? Zo noem je dat. En ik snij dat in ene eraf. Dan weet ik ook dat ik veel meer bladloof er ook gelijk kwijt kan ben. Ik leg de koppen weer op dezelfde hoogte bij elkaar. Mooie crème fraîche. Überhaupt bloemennamen moet ook aan bepaalde regels voldoen. Dus soms is het wel lastig om een nieuwe naam voor een nieuw soort te bedenken. Dit is een nieuw soort wat ontwikkeld is door de verenigingsclub van Expecto. En ze hebben hem crème fraîche genoemd. Na een aantal keuringsrondes kwam dat eruit. Dus dit is mijn basis. Vervolgens ga ik werken met wat takjes wax. Dat heb ik gehaald bij de lokale bloemist natuurlijk. En ik ga daar, die mogen iets langer zijn. Zoals jullie wel weten, dat is de kwaliteit van een tulp. Die groeit. Dus daar mag je rekening mee houden dat die nog een beetje doorgaat. Nou, ik ga daar wat, ik leg het even per soortje. Ik had het even afgemeten. Maar ik leg die wax daarnaast. Ik kan de kleine takjes allemaal gebruiken nu. Ze moeten wel schoon zijn. Ik snij het terwijl ik het eraf pak gelijk even schuin af. Nou, is dit niet zo erg. Maar voor de meeste bloemen is dat toch echt wel beter. Zorg dat je een goed scherp mes hebt. Dat je dat goed afsnijdt. Bij mij schiet het alle kanten op. Afval gelijk in de prullenbak. Tenminste in de compostbak natuurlijk. Hè. Dat splitsen we natuurlijk. En dan ga ik ook nog weer eventjes zo'n leuk vaastak pakken. Ondertussen. Ik moet niet zo lelijk kijken, ik weet het. Maar ik weet niet of jullie wel eens gezien hebben hoeveel tentakels zo'n vaastak heeft. Veel. Ik ga daar allemaal losse takjes van snijden. Belangrijk ook als je een boeket gaat maken, dat je eerst gaat kijken wat je hebt, hoe je ook uitkomt. Dan kan je het op die manier ook verdelen. Deze is niet mooi meer dan. Ik pak er nog een paar stak bij.
Althans, dat is de bedoeling. Als die paastak dat ook wil. Dat loopt ook zo lekker uit als je hem zo schuin snijdt. En als je nou nog een plekje in je tuin over hebt, dan kan je ze dus ook weer planten. Ik heb dat ook wel eens vaker gedaan. En dat is best wel grappig wat er dan nog allemaal uitkomt. Nou, ik heb dus 3 soortjes. Ik kan het in de vaas doen, maar ik kan het ook in mijn hand gaan schikken. En dat doe ik het als een korenschoof. En dat doe ik, ik leg hem in mijn hand en ik leg de volgende tak er dwars overheen. Ik begin met 3 van die kleine takjes. Ik ga die tulp erop leggen en ik ga het nu een beetje om de beurt doen. Ik pak hem in mijn hand en ik draai hem weer door. Ik leg die tulp erop. Ik leg er weer een paastakje op. Een ding. En ik draai hem een kwartslag door. Ik zou dit in een workshop gaan doen. Absoluut is dat handiger en beter te zien. Want het is geen moeilijke techniek, maar het is wel een weetje om het, hoe je het moet doen. Als je dit nou te lastig vindt, dan schik je het gewoon in je vaas. Maar zo krijg je dus een boeketje. En ik doe hem nu niet te wijd. Maar dan kan je dus alle kanten mee op. Ik leg ze iedere keer schuin eroverheen. Wil je daar nou meer over weten? Er zijn natuurlijk overal hele mooie bloemschikscholen waar je dat heel goed kan leren. En ook zo af en toe is er hier zo'n workshop daarvoor te volgen. Dat je het gewoon in het echt kan oefenen. Daar gaat niks boven. Maar het zijn andere tijden en we moeten het soms doen met de digitale wereld. Kijk, en zo is dat bosje tulpen in een heel ander boeketje geworden. Hè? Kijk, deze zitten allemaal een beetje aan die kant. Kan je er ook nog wat bij halen. Maar zo heb je dus een gemengd boeketje. Ik ga hem in de vaas zetten. En zeg je, ja, waarom heb je dat nou allemaal in je hand zo gedaan? Kijk, maar nu zit hij wel mooi gemengd. Mijn paastakjes niet helemaal, dus die doe ik even zo erin. Ja, en hoe leuk is het om daar dan bijvoorbeeld een zo'n haasje nog even bij te zetten. Kijk gewoon eventjes wat je... Oh, het is een beetje een stoffig haasje. Haasje is even door de prut gegaan, dit haasje. Is ook leuk. Kijk gewoon even wat je hebt. En misschien vind je het ook wel leuk om daar wat paaseitjes op de bodem weer te doen. En gaan we nu wat kleinere doen. Ik moet even... In mijn, ik ga mijn bloemetjes wat naar voren zetten. Ik kijk even in mijn bak met paassnuisterijtjes. Wat ik hier allemaal heb. Van die kleine bruine eitjes doen het eigenlijk ook wel heel erg leuk. 3, 4, 5. Het is wel leuk om een oneven aantal. En die plup je dan even zo in het water. Vervolgens, nou is het ook nog wel leuk om een soort nestje boven in het vaasje te gaan maken. Kunnen jullie het nog volgen? Ik heb hier zelfs een kant-en-klaar nestje. Dan doe ik daar een plukje van dat leuke gele schapenwol in. Kijk, deze kan ik ook in de vaas gewoon neerzetten. Weet je, en het mag gewoon, hè. Gewoon lekker een paar van die kitscherige dingen in doen. Als hij er zin in heeft. Het is een beetje een gekronkeld takje. Hij heeft er niet zoveel zin in. En dan doen we er bovenin nog wel een paar gekleurde eitjes.
groen eitje. Ik zoek eventjes iets zonder een stokje. Een blauw eitje, een oranje eitje. Zo, dan hebben we drie kleurtjes. Ik pak weer eventjes mijn lijmpistool. De eitjes die doe ik gewoon vastplakken. Kloddertje lijm. En zo op. Denk om je vingers met het lijmpistool. En als je het nou even echt lekker kitsch wil hebben, dan doe je er op. Nou, niet zo'n hele verzameling kuikentjes op. Dat is misschien een beetje veel. Maar even zo'n lekker kitscherig paars kuikentje erop. Helemaal leuk. Denk ik. Op deze manier. Ik ga weer eventjes de camera er langs halen, zodat je kan zien wat het geworden is. Dus eitjes op het water, de bloemen mooi gemengd, de tulpen iets dieper, want die groeien natuurlijk nog wat. En ja, dat haasje is wel heel zielig alleen. Ik denk dat hij zijn broertje erbij wil hebben. Ik denk het niet, zie je dat? Hij krijgt een kaas zo. Hij draait zijn kopje weg. Nou, in deze tijd toch wel heel gezellig dat ze zo saampjes zijn. Blijf het volgen. Er komen ook nog andere delen met weer andere ideeën om iets leuks te maken. Dankjewel voor het kijken.